Het is weer tijd voor de Weekend League Rewards, jongens. En dit keer ook de maandelijkse rewards. Het is Team of the Season maand voor de Weekend League Rewards. Dat betekent dus dat ik 15 Team of the Seasons krijg van minimaal 86 in rating. Een mooie kans is om een paar goede te pakken. Ik had op de win na Elite 2 gekregen, omdat ik de eerste week niet zo heel veel had gespeeld. Ik kom 6 winsten kort voor Elite 1 maandelijks. Maar op zich is het verschil tussen Elite 1 en Elite 2 niet zo heel erg groot. We krijgen dus het Elite nu weer en het Elite 2 Fun Champions Pack, waarin we dus die 15 Team of the Seasons krijgen. En daarnaast heb ik ook nog mijn Elite 3 rewards. Waarvoor ik dus 1 Premium Team of the Season pack krijg, 100k pack en ook nog 70k aan coins. Een mooie prijs dus, wat ik allebei heel goed kan gebruiken. De kit heb ik uiteraard al, omdat ik in de eerste maanden wel heel actief nog Weekend League speelde. Het is momenteel weer in volle gang de Weekend League, dus ik ga er weer binnenkort aan beginnen om dat weer te gaan spelen. Maar eerst gaan we maar eens de packies openen. We beginnen met de Elite 2 maandelijkse packs. Dus hier 15 Team of the Seasons van rating 36 of hoger. Van nul uitgebracht Team of the Season team. We gaan eens kijken wat het wordt. We gaan hem denk ik maar eens openen. Vergeet natuurlijk niet alvast om de video te liken als je het niet gedaan hebt. En dan gaan we maar eens kijken of we goede spelers gaan packen. We gaan natuurlijk hopen op Cristiano Ronaldo of Messi. Maar de kans daarop is enorm klein. We gaan het dus meemaken. Het is wel leuk dus om die rode Team of the Seasons te krijgen. We krijgen dus de Senegalese vlag, centerback. En dan krijgen we Koulibaly. Nou, dat is dan toch wel een 94 rating die je zo eventjes in je pakketje krijgt. En het is een prima rating. Niet iemand die ik waarschijnlijk ga gebruiken. Omdat het dus een centerback is die een beetje te groot is. Naar mijn mening. Hij is daar een beetje slungelig in verdedigen. En zal ik hem nooit gebruiken. Maar dit biedt wel veel perspectief voor wat er onder deze kaart nog zit. We gaan eens maar eens kijken wat er nog bij zit. Qua andere spelers. De andere 14 opties nog. Hoop op een paar goede. Die we ook zelf gebruiken. Otamendi Son. Ja, let's go. We krijgen Son. Ja. Ja, het maakt me allemaal niks meer uit. We hebben gewoon Jungmin Son even gepakt. Die is dodelijk goed om hier even te pakken. We krijgen ook Vertonghen, Mahrez. We krijgen hier heel veel goede spelers die ik echt wel goed kan gebruiken. Fernando vind ik leuk, Doucouré, Robertson toch weer even linksachter van de Premier League. De rest voorzie ik niet echt te gebruiken. Roussillon misschien een goede linksachter in plaats van Jordi Alba. Mahrez is ook een heel gelukkig aan mijn 5 sterren weak foot. Maar het draait allemaal om deze man. Jungmin Son, 5 sterren weak foot. En 4 sterren skill moves. Ongelooflijk. Een van de betere kaarten in heel FIFA. En die kan ik toch zeker wel in mijn team toe gaan voegen. Komt dan in de plaats van Leroy Sané. En dan heb ik daar dus Jungmin Son staan. Het is wel zonde, want Mahrez is ook heel erg goed. Dus die wil ik ook heel erg graag gebruiken. Maar ik denk wel dat Son daar een betere is. Zelfs als hij op 7 chemistry komt. In plaats van de 9 of 10 die Mahrez zou krijgen. Al met al dus een geweldig pack en eentje waar ik zeker wel dingen mee kan doen in de laatste maanden van FIFA. Waarin ik dan ook wel actief Weekend League ga spelen in plaats van de WK-mode. Ik ga het een beetje afwisselen om op die manier dus alsnog een beetje van beide te doen. We gaan dus nu over naar het verhandelbare Team of the Season pack. Hierin hebben we dus nog 2 Team of the Seasons die wel tradable zijn. En kijk of hierin het geluk net zo mee zit als op de Xbox qua Monthly Rewards dan. Het is in ieder geval al iets wat niet beter kan. We hebben Son gekregen. Dat was wat ik heel graag wilde. Was het hier dan in? We krijgen de Portugese vlag en dan niet de spits. Dat was toch heel eventjes schrikken. Maar we krijgen Gorta. En dit is dan wel een stukje minder. Een 36 algemeen als beste. Dat betekent dat de andere ook 36 algemeen zal zijn. Wat wordt dan de andere Team of the Season die we krijgen? We krijgen daarnaast ook nog Reed van 85 rating. Nou, ik denk dat die allebei niet heel veel waard zullen zijn. Ze zijn ongeveer 24k zo te zien. Dus ik kan ze voor iets meer verkopen dan discard waarde. Maar ja, het kon natuurlijk wel een beetje beter qua verhandelbare. Maar nogmaals, het maakt me niks uit. Want ik heb al spelers gekregen die ik sowieso voorzie te gaan gebruiken. Dus hun gaan me lekker op de transferlijst zetten voor 24k per stuk. En dan hebben we nog het 100k pack over. Waarin hopelijk nog de laatste goede speler zit. Dus we gaan het maar eens meemaken. Wat zit er nog in het 100k pack? Die we misschien goed kunnen gebruiken in ons teampie. Wat zit erin? Er zit geen Team of the Season in. Wel een, natuurlijk, een bordenspeler. Wat wordt het dan? Braziliaanse vlag. Centerback. En dan krijgen we daarnaast ook nog een 36 algemeen. In de vorm van Miranda. Momenteel is niemand meer iets waard, maar we kunnen hem misschien ook wel voor ongeveer 6 tot 7k slijten. Voor de rest zit hier ook nog Silva in en Roberto Firmino. Qua rating is het dus dik prima wat we voor spelers krijgen. En die kan ik ook nog wel een keertje verkopen en dan nog goed gebruiken voor in toekomstige SBC's. Even kijken wat Miranda momenteel waard is. Anders kan ik misschien een paar spelers gaan verkopen. Dit is inderdaad zo rond de 5 tot 6k. Want ik wil namelijk met de coins die ik over heb proberen om Vieira te gaan kopen. Toch wel een zieke middenvelder die kan toevoegen aan mijn teampie. Die er momenteel zo uitziet. Ik moet dus nog kijken wat ik met mijn team ga doen. Ik kan dus nog Jordi Alba verkopen en daar Roussillon neer gaan zetten. Maar Jordi Alba was voor mij zo ongelooflijk goed. En ik denk niet dat er betere middenvelders zijn of verdedigers zijn voor die prijs. Leroy Sané was voor mij heel erg chill. In 167 wedstrijden, 130 doelpunten en 105 assists.
Maar ik denk wel dat hij verbeterd gaat worden door Jungmin Son, mijn nieuwe rode aanwinst. Ik heb daarnaast ook een promes als nieuwe super sub. En dan kan eigenlijk mijn geluk niet meer op. Hier staat onze Son dan. Ik ga nog jager op hem zetten. Dan is zijn pace en zijn shooting nog een beetje verbeterd. Zijn kaart was ongelooflijk goed op de PlayStation. Dus ik heb er veel vertrouwen in dat hij net zoveel schade gaat aanrichten op de Xbox. Al met al, de zeer goede rewards waar ik ook echt totaal niet om kan klagen. Laat me weten wat ik nog moet doen. Of dat ik Jordi Alba moet verkopen en die moet vervangen met Roussillon. En of ik misschien Mares moet gaan gebruiken in plaats van Son. Laat me dat vooral weten. En dan wil ik jullie voor nu graag bedanken voor het kijken. Vergeet de video niet te liken als je het niet gedaan hebt. En ook te abonneren als je het ook niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie bij de volgende video, jongens. Later.